Na lange maanden ben ik terug en mag ik het maar uit gaan zoeken. Ik zit donkere nachten in de kroeg, grauwe ochtenduren in herfstige boeken. Op bouwwerk zou de hoofdtaak zijn, de kogels vlogen me om de oren. Bij zes van mijn maten was het raak, zelf scheen ik er nooit echt bij te horen. De minister vraagt om meer handen aan het bed van de democratisering. Er veel uitrichten konden we niet en zijn we morgen weg, gaan ze overmorgen naar de tering. De minister heeft me goed betaald, ik lees Dostojevski en ik hoef niet te werken. Met de meeste mensen drink ik liever dan dat ik met ze praat, en op een dag mag ik weer naar een land met bergen.